Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boze mensen onboos proberen te maken. En soms luizen we er dan iemand in. We willen gewoon even weten hoe alles werkt. En soms heeft diegene daar heel weinig zin in. Helaas. Hi. Ja, ik wil binnenkomen, maar dan... Maar altijd komt het goed. Hey. En deze week zijn daar... een hele hoop gedupeerden. Ja. Hey, en hoeveel zuigt BV Wonen op schaal van 1 tot 10? Ja. 12. Echt niet te beschrijven eigenlijk op die schaal van 1 tot 10. Vandaag weer een verhuurder die er een zooi van maakt. Je weet wel, zo'n typische guy van begin 40 met zwart haar, een zandkleurige polo, een bedrijf dat BV Wonen heet en een Tesla met de slogan Wonen is leven erop, die sakkie met zijn huurders omgaat. Zin in? Hallo vrienden, jullie zijn boos. Ja, zeker. Alle drie, hè? Ja. Dan moet ik even jij apart en jullie met z'n tweeën. Ja. Maar het gaat om dezelfde. Ja. Namelijk? Bram Vermeulen. Bram Vermeulen. Begin ik even bij jou, wat is het probleem? Het begon toen ik hier kwam wonen. Uiteindelijk kwam een vriendinnetje met Bram aanzetten dat hij heel veel kamers had hier, dus dat ik maar contact moest zoeken met hem. Ja. En toen werd ik s'avonds al gebeld, ja, er zijn twee kamers vrij. Dus toen zou ik met het openbaar vervoer hier naartoe moeten. Ja. Dus ik had hem gebeld, zei, ja, sorry, ik ben wat later, want ik heb de verkeerde bus gepakt. Ja, en hoe dom ben je wel niet, en je bent toch niet achterlijk. En kreeg ik allemaal verwijten naar mijn hoofd. Omdat ik te laat was. Jezus. Dus wij met z'n tweeën naar het kantoor en toen heb ik alles ondertekend. Moest ik €315 aan contractskosten betalen. Terwijl mijn huur van mijn kamer 335 is. Hey. Ja. Marije, wat zeg je nou ook weer? Hey. Niet goed, hè? Niet goed. Ga even naar deze twee dames. Ja. Hallo. Hoi. Goed, ik ben via een kijkavond in het studentenhuis terechtgekomen waar ik nu zit. Ja. Eigenlijk had Bram helemaal niks met mij te maken op dat moment. Maar het contract moest wel via Bram. Ja. Dus mijn factuur gemaild waar die contractkosten dus in vermeld stonden. €423,50. Dan heb ik dus gevraagd van, hey, hoe zit het met die contractkosten? Want ik heb even gegoogeld en volgens mij mag dit helemaal niet. Nee. Toen heeft hij mij 2 weken genegeerd. Terwijl ik ondertussen nog wel eventjes een bericht gezien van, hey, ik krijg nog antwoord. Ik kreeg na 2 weken een berichtje van, hey, ik heb nog steeds geen geld van je. Ik zeg, ja, ik heb ook nog steeds geen antwoord van jou. Nee. Toen heeft hij heel snel gereageerd met, ja, je hebt niet degene die de regels bepaalt. Ik mag gewoon kosten vragen. En als je het nou niet betaalt, heb ik morgen iemand anders voor die kamer. Dus ik dacht, ja, goed, ik kan op dat moment niet zoveel. Nee, ik wou die kamer gewoon. Ja, maar overgemaakt. Heb jij hetzelfde? Ja, bij mij is het ook net iets anders gegaan. Want ik ging eerst voor de kamer waar Robin dus nu in zit. Ja. En toen zag ik die contractkosten. En bij mij waren ze €365. Dus hij heeft ze al hoger gemaakt bij Robin. Binnen 5 dagen. Want ik heb 5 dagen na contact gehad met hem. Dus hij heeft €60 erbij gegooid. Ja. En ik had gezegd dat ik het niet wilde. Want ik zat ook nog met mijn oude kamer in Breda. En ik had dus gezegd van, kan ik er dan per 1 januari in? En het was al 12 december. Toen zei hij, nee, dat kan niet. Dus toen dacht ik, oké, dan geef je de kamer maar aan iemand anders. En toen is Robin er dus ingegaan, wel per 1 januari. Dus misschien dat hij daarom ook nog €60 erbovenop heeft gedaan. Maar ik heb nu, toen zag ik op Facebook, zag ik dus een post van het huis weer voor een andere kamer. Dus had ik toch nog gereageerd, omdat ik toch het huis wel super leuk vond. Ja. Maar toen kreeg ik alsnog die contractkosten, nog steeds €353. Heb ik uiteindelijk maar wel betaald. Al mijn huisgenoten hebben het geld betaald. Toen hadden we zoiets van, ja goed, we gaan er wel iets tegen doen, want dit kan gewoon niet. Nee. Dus we hebben hem allemaal een mailtje gestuurd. En toen kregen we allemaal reacties terug van, ja goed, dit mag gewoon, je krijgt je geld niet terug, bla bla bla. Toen is onze huisbaas ermee betrokken geraakt. En die heeft toen gezegd dat hij verder geen gedoe wilde van, yo, ik betaal die contractkosten wel terug. In ieder geval een deel. Ja. Wat super fijn is, maar goed, het was helemaal niet zijn probleem. Is hij toch gevrijwaard? Ja. Maar het zou wel fair zijn als je het gewoon terugkrijgt. Ja. Minus 3 tientjes of zo. Ja, we missen allemaal ongeveer €80 nu. Ik vind het gewoon heel triest dat hij dit bij iedereen kan flikken. Ja. Dat blijkbaar, er waren heel veel klachten toch? Dus... Ja. Dus we willen eigenlijk even aan de kaart stellen dat dit gebeurt bij Wonen BV van Bram Vermeulen. Ja. En dat het niet mag. Ja. Nou, gaan we dat toch doen? Zeg jij nou ook eens wat? Ja, sorry, ik onderdruk met dit ding, joh. Je houdt mijn stok vast. Ja. Goed, hoge kosten, onduidelijke afspraken. Ergens gaat hier dus iets mis. Maar eerst even een spoedcursusje om je geheugen op te frissen. Want hoe zit het ook alweer met die extra kosten op een huurcontract? Nou, even kort. Als je als bemiddelaar optreedt tussen twee partijen... mag je geen bemiddelingskosten rekenen aan de huurder, hoe je die ook noemt. Dat kan zijn administratiekosten of bemiddelingskosten. De site van Rijksoverheid staat heel duidelijk over. Maar in sommige gevallen mag je wel contractkosten in rekening brengen. Alleen de regel is dan, die kosten moeten een beetje redelijk zijn. En dat hebben we even gecheckt, juridisch gezien. En die kosten komen eigenlijk nooit boven de €150 uit. En die kosten zijn dan voor het opstellen van bijvoorbeeld een contract. Nou, die kosten die Bram nu rekent zijn dus, als het al mag,
te hoog. Verder startte de JOVD in Tilburg een meldpunt over dergelijke kosten en kreeg toen nog veel meer klachten binnen over Bram. Kijk, Bram zou onder andere mensen bedreigen, honderden euro's aan contractkosten rekenen. Verder doet hij nog wel eens moeilijk met het teruggeven van de borg en komt Bram regelmatig onaangekondigd woningen binnen. Ook op het internet regent het soortgelijke klachten. En ook neemt Bram het niet altijd zo nauw met de privacy van zijn klanten. Nou, netjes hoor. Bram, what's up jongen? Leg even uit, hoe kan dit? Nou, gaan we even verhaal halen gewoon, hè? Ja. Bij Brian Vermeulen. Hij is ook woedend geworden op iemand omdat hij op Facebook er iets over had gezegd. Nou, ging hij zo bellen en moeilijk doen en zei hij, we komen elkaar nog wel tegen. Ik ga toch wel een melding maken van u. Maar goed, dat heb ik al verteld op WhatsApp. Dus. Oh, ik heb er zelf nog ooit getekend. Helemaal goed. Ik ben benieuwd. Oké, dag. Heb ik gehoord, audio. Ja. Oh ja, BV wonen. Nou, gaan we maar weer eens het beste van maken. Ja. Oké. Goedemiddag. Bram? Hi. Hi, wij zijn van het programma Boos. Juist. Ja, we komen aangaande de contractkosten die je rekent. Oké. Ja. Kom binnen. Ja. Nou, laten we het even buiten doen, dat is wat makkelijker met anderhalve meter. Als je wil dat. Ja, maar we zijn met zoveel. Dan houd ik het op. Ja? Helaas. Ja, ik wil binnenkomen, maar dat... Ja, dat kan ik nu dus niet doen. Ja, ik ga ook niet alle coronaregels aan mijn laars lappen. Bram! Bram, kom alleen even praten. Hi. Dag. Hallo. Doei. Heeft u contractkosten betaald? Hebben jullie contractkosten betaald voor je huurcontract? Nee. Nee? Oh, dat is mooi. Ja. Ik ben hier voor u, hè? Ja? Ja, de deur gaat dicht. Ja, hij is gewoon. Ja? Aan de achterkant? Ja, daar gaat hij. Daar gaat hij. Kom, rennen. Wacht, ik sta Bram! Kom nou even praten! Zat hij daar? Blauw-witte. Dat is zijn auto. Oh ja, dat is zijn BV Wonen auto, ja. Kan jij daar onderdoor kijken? Zie je hem daar? Bram! Ja. Hij is binnen. Is hij binnen hier? Nou, weer terug waar we geëindigd waren. Geef je telefoon en bel ik hem even. Hi Bram, je spreekt met Tim Hofman. Zou je naar buiten willen komen en met ons praten over de contractkosten die je rekent? Nee, ik hoor een afspraak voor mij, Tim. Maar dat is bijna niet te doen. Maar Bram, we wachten gewoon buiten. Dus we willen het alsnog met je over hebben. Ik ga het vandaag niet doen, Tim. Dus je kunt een afspraak voor maken. Waarom niet? Omdat ik er niet tijd voor heb. Het kost je 5 minuten. We willen alleen even weten, hoe het zit. En maar even over die contractkosten, in hoeverre reken je ze nou door en verantwoord je dat? Ik weet het wel heel fijn dag. Maar waarom is het zo'n moeilijk dossier voor je? Ja. Laat even, daar staat zijn auto, de BV Wonen Tesla. Ja, we wachten daar wel even. Zullen we het even bespreken? Maar waarom? Laten we nou even bespreken. Omdat ik moet voor een afspraak, hè? Maar het is, kijk, het is toch niet zo gek dat na zoveel klachten dat we dan even langskomen? Mag je gewoon een afspraak maken, Tim. Dus dan wil je met ons wel praten over, je mag over de contracten? Praten, je wil. Alleen, we gaan nu naar de volgende afspraak. Ja. Zojuist mocht je binnenkomen. Maar je beaamt in ieder geval wel dat je die contracten... Dat je geld rekent voor huurcontracten. En dat mag dus niet. Want je bent dan niet eigenaar van het pand. En waarom bel je mensen 's nachts wakker? Bram, kom op nou. Bram! Dat was Bram. Dat was Bram, ja. Irritant? Ja, heel irritant. Ja. Hij weet gewoon dat hij geen gelijk heeft natuurlijk. Nee, klopt. Oké. Dus zullen we dan een afspraak met hem maken? Ja. Dat is wel geestig. Ja. Misschien gaan we een afspraak met hem maken, maar dan vertellen we niet dat wij het zijn. Ik denk dat het meest eerlijk is, hè? Ja, denk ik ook. Tot zover, Bram. Ja, ging goed, hè? Ging heel goed. Ja, en ik heb altijd, als iemand vlucht, betekent dat? Niks te verbergen. Wat Bram ook zei is, maak even een afspraak. Ja, dat hebben we gedaan. We zijn namelijk undercover gegaan. We hebben dus een afspraak gemaakt. Alleen Bram wist het niet. We hebben een cameraatje meegenomen, het gesprek aangegaan. En wat blijkt, Bram legt een huurder alles volgens de regels uit. Dus hij zegt, nee, ik doe het helemaal goed. Is ook zo. Alleen hij vertelt de huurder A, maar hij levert de huurder B. Ja.
klopt. Kijk even mee. Vorige keer waren we hier. Toen zei Bram, maak maar een afspraak. Ja. Ja, hebben we gedaan. Mm-hmm. Alleen hij weet niet dat we een afspraak met hem hebben. Want we sturen Emma van de redactie. En die heeft een cameraatje hier. En die gaat gewoon even wat vragen stellen. En misschien blijkt daar dan wel uit dat het niet deugt wat hij doet. Oké, okay, pak ze. Oké, okay, doei. Hi. Hi. Ja. Doei. Doei, succes. Ze spinnen hoor. Ik vind het helemaal spannend. Hi. Ik heb een afspraak met Bram, zullen we het zeggen? Ja. Ah. Ja, klopt. Ja. Hi. Ik wil geen hand geven, maar... Emma. Ja, want ik ben helemaal nieuw hier eigenlijk. Dus ik wilde gewoon even weten hoe alles werkt. En verder had ik nog een vraag over de mail. Er stond ook iets in over bepaalde extra kosten volgens mij of zo die je nog bij moet betalen. Ik weet niet of je het inschat. Ja. Oké, ja. Dat is normaal. Dat zijn wel een soort... Ik weet niet, moest ook... Dan naar vorige keer moest ik ook iets van bemiddelingskosten betalen. Oké, okay, Bram zegt dus, ik reken €200 contactkosten. Nou, in principe is €200, zelfs als je ze mag rekenen, al te veel. Maar er is nog een reden waarom het een beetje gek is dat hij dat bedrag noemt. Marije. En zijn die altijd, is het altijd 200 of is het ook wel... Oké, dat is normaal. Ja, zegt Bram, toch? Inderdaad, alle contractkosten die we rekenen zijn altijd €200. En dat maakt Bram, dames en heren, een gore leugenaar. Want wij hebben namelijk contracten gezien waar hij €300 rekent of €400 rekent. Dus het is niet waar wat hij daar zegt. We hebben hem even gevraagd, Bram, waar bestaan die contractkosten dan uit? Dat hebben we opgenomen tijdens de undercoveractie, maar dat was niet goed te horen. Dus hebben we daarna even nagebeld om het toch nog even te checken. Let op. Om te beginnen was ik benieuwd naar... Ik zag in een eerder mailtje iets staan over contractkosten, maar ik weet niet heel erg wat dat inhoudt. Nee, dat zijn kosten die gemaakt worden voor het opstellen van de huurovereenkomsten. Ja. Dus dat betaal je dan eenmalig. Oké. Oké, wat ze bij BV Wonen dus zeggen is, die kosten die we rekenen, die contractkosten, zijn voor het opstellen van de huurovereenkomst. Ja. Denk je nou, klinkt legit, mm-hmm. Misschien heel veel werk hè, iedere keer. Ja. Maar wij hebben toevallig even twee contracten. En die twee contracten zijn exact hetzelfde. Ja. Dus dat opstellen van die huurovereenkomst is copy-paste. Mm-hmm. Ja, waarvan ze ook nog allebei meer dan €200 contractkosten hebben gerekend. Ja, klopt. Ja. En dus dachten wij, nou, het is tijd om onze vriend Bram, onze liggende vriend Bram, nog maar eens te bellen. Met Tim. Hi, met Bram van Meulen, BV Wonen. Hi, Bram van Meulen, BV Wonen. Hey, je spreekt met Tim Hofman en ik had een vraag. Namelijk dat wij vorige week een afspraak met jou hebben gemaakt. Hallo, ja, hi, met Tim Hofman. Ik hoor je de eerste keer af, maar ik heb met niemand een afspraak van gemaakt. Ja, je hebt een afspraak gehad met een van ons. Heb je een afspraak gehad? Alleen dat hebben we gefilmd, maar dat weet jij niet. En daar zeg je dat je altijd €200 contractkosten rekent. Maar dat klopt niet, omdat wij contracten hebben gezien van €275 en verhalen van €300 en €400. Dus ik vroeg me even af hoe dat nou zit. Waarom je dan liegt tegen onze collega. Door de onlangse ontwikkelingen zijn we afspraken aangepast. Hè? Dus we hebben hier op kantoor een aantal wijzigingen doorgevoerd. Sinds wanneer? Sinds 1 juni eigenlijk. Oh ja, dat is een beetje laat hè eigenlijk. Dat vind jij, hè? Nee, dat is echt de wet. Ik wist niet hanteren dat dat in orde was. En het is gebleken dat dat niet in alle gevallen klopt. Ja, nee, in heel veel gevallen niet. Ja, klopt. Dat dus dan heb je jarenlang heb je eigenlijk te hoge kosten gerekend. Dat is eigenlijk aan de hand. Wat is nu je vraag? Waarom je dat dan gedaan hebt? Omdat wij in de ontstelling waren dat het gewoon in orde was. Ja, je wist de regels niet. Dat is wat je eigenlijk zegt. Hallo? Ja, dus we wisten de regels niet. Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik dacht dat ik de regels wel wist, maar ja. Ik dacht niet dat het hoorde. Jij dacht, ik treed op als bemiddelaar, ik check de regels niet. Maar even kijken, jij stond hier onlangs voor de deur. Ja, die jongen. Die mijn klanten lastig viel of ze onterecht contractkosten hadden betaald, zijn jullie. Ik heb geen klanten lastig gevallen hoor. Wel hoor. Er staan twee oudere dames die gewoon naar buiten lopen, die naamvallen. Ja? Oh, tuurlijk. Ja. Tuurlijk.
Nee hoor Bram, is allemaal gefilmd, is allemaal goed gegaan. Is allemaal goed gegaan, allemaal gefilmd. En dan even over die 200 euro, dat hebben we ook even gecheckt. Dat is eigenlijk te veel, hè? Nee, dat is niet te veel. Ja, dat is wel te veel. Jawel, want juridisch gezien komen we altijd uit op 150 euro. Mits je dan de kosten kan verantwoorden. En jullie zeggen, dat heb je gezegd tegen ons aan de telefoon, want we hebben wat gesprekken opgenomen zonder dat je het wist. Dan zeggen jullie, nee, dat is voor het opstellen van een huurovereenkomst. Ik heb hier twee vormen en die zijn allebei hetzelfde. Waar zijn die kosten dan precies voor? Hallo Bram? Dag Bram. Dat is een moeilijke vraag. Tot zover Bram Vermeulen. Bram, als je zit te kijken, welkom in onze uitzending. En dat is niet goed, hè, vriend? Spreek je later. Of zoals jij wel eens dreigt, we zullen elkaar nog wel zien. Dag Bram. Ai. Liegen, niet zo handig. De telefoon ophangen als de vragen je iets te moeilijk worden, ook niet zo handig. Eén ding weten we in ieder geval zeker, Bram van BV Wonen maakt er een bende van. Dus twee keer nadenken voordat je daar huurt, behalve als je zin hebt in te hoge kosten. Nou, kijk voor meer info over dit soort kosten in de beschrijving. En vergeet niet, ben je boos, mail naar boos@bnvara.nl. Lekker. Hey Marije. Ja. Gender is een construct. Oké. Abonneer op ons kanaal. Kijk op Instagram voor als je meer wil weten hoe zaken aflopen. Ja. En misschien is het ook een leuk idee als je nog een filmpje van ons kijkt hier op YouTube. En duimpjes omhoog. Tot volgende week. Oké.